onder andere zelf moet oplossen. Maar juist doordat het niet naar buiten wordt gebracht, blijft het een taboe. Terwijl als dat uiteindelijk doorbroken wordt, als het wel naar buiten wordt gebracht, dat zal wel even misschien een tijdje zijn, maar op een gegeven moment kan je dat doorbreken. Maar als dat is een duidelijke vraag. Ik denk dat er een misverstand is. Ik ben misschien niet duidelijk genoeg geweest. Een slachtoffer mag het zelf oplossen. Velen doen het zelf. Mm-hmm. Maar een slachtoffer is beter geholpen met de tutor. Dus als je een hulpverlener bent, hè, ja, en er komt een slachtoffer naar je toe, die vertelt haar verhaal. Probeer niet het slachtoffer gelijk eruit te wippen of te doen wat jij denkt dat goed is. Luister naar zo'n slachtoffer. Kijk wat haar wensen zijn. Probeer haar te volgen. En als je haar kan volgen, ga met haar mee. Want zij kan je de beste aanwijzingen geven. We gaan geven van daar zo nog even over doorpraten. Hoe kun je dat het beste oplossen? En die tutor, die vind ik niet in de gemeente. Ben jij het later zo erover door?